Welkom in de Amsterdam Arena, waar Ajax een wedstrijd speelt in de Champions League in groep G tegen Auxerre. De clubs zijn er klaar voor. Hier in de arena, daar loopt Emmanuel Zon. Want hij zal het moeten bewijzen. Ajax zit dus bij in de pool met AC Milan, Real Madrid. En ook dit, ook zeg. Dit moet een uitstekende poolwedstrijd zijn voor Ajax. Daar zag u El Handoui. Ja, Maarten Stekelenburg. Natuurlijk ook Van der Wiel en Demi de Zeeuw. Daar ziet u ook zeg. El Handoui is er klaar voor. Kan hij veel scoren voor Ajax? Droomkoppel samen met Luis Suarez. Hier de opstelling van Ajax. Stekelenburg op doel, de verdediging met Anita van der Wiel, Vertongen, Atuba, middenveld, Eno, de Zeeuw. En natuurlijk ook De Jong, dat dit keer niet bij is. Daar Popov, Doetka, hij is een gevaarlijke man bij Auxerre. De Jong is geblesseerd. Ajax trapt af, hij zat hier dus in de basis. Suarez. Eerste foute paas op Alain Traoré. Van de Wiel. Suarez. Aan de andere kant, maar hij schiet. Sorry. Popov. Isa. Xavi. Itua. Met Jan Vertongen. Vertongen, eerste poging. Maar de Stekelenburg. Trapt de bal maar uit. El Handoui, hij zat hier. El Handoui. Hij zat hier. Urbi Emanuelson voorin. Suarez meldt zich voor de goal. Maar de paas van Emanuelson is slecht. Ingooi voor Ajax, het verdedigen was van Alain Traoré. Suarez, goede voorzet, daar is de kans. En dan kan Emmanuelsen er niet bij. Anita. Emmanuelsen, de Zeeuw. Suarez. Naar Anita. Anita, goede voorzet, net weggehaald, voordat Emmanuelsen 1-0 kan maken. Suarez met de hoekschop. De hoekschop is fantastisch, is zelfs uitstekend. Bal valt er overheen, Van der Wiel. Van der Wiel, goed. Anita. Suarez, mooi gedaan. El Handoui, goed schot. Jammer dat hij zat in de bal net niet binnen kon houden. Zo begint de Ajax goed in deze wedstrijd. Het wacht is op het doelpunt. Mooie voorzet weer. Daar is de kans. 1-0. Nee. Jelen. Jelen. Eyon 1-0. Eyon 1-0. 1-0. Goede redding weer van de keeper. 1-0 in de naastnoot. Wow. Dat was een grote kans. Eyon 1-0. Geweldige uithaal in de eerste instantie. Daar de keeper. De tweede uithaal. Verdwijnt maar net langs de paal. Een uitstekende eerste helft van Ajax. Suarez. Is daar de bal. In de wedstrijd, de Zeeuw. Geen overtreding op Traoré. Dat daar wel weer slim aan vast zit. Emmanuelsson. Iedereen zit mis. Behalve Maarten Stekelenburg. Wat een beweging. Niemand pakt, kan hem aanpakken. Dus deze kans. Maar Stekelenburg zit er goed tussen. Stekelenburg, de man in vorm bij Ajax. Zoeken naar iemand anders. Nee, niet gevonden. Bal weg. 1-0. En dan de wie? Het is rust hier in Amsterdam.
dat is een goed uitsteekpunt. Ajax zal in de tweede helft de score moeten openen.